Zo, lekker dan weer. Ja, heel fijn. Maar welkom in Groningen. Fijn dat u hier per komt bezoeken en dan nemen we meteen een gespreksleider. Dat ben ik helemaal niet. Meneer Hofstra, hartelijk welkom ook van mij uit Majesteit. En heel fijn dat u hier bent voor een werkbezoek van Mindus. En misschien goed om toch nog even iets te vertellen over Mindus, Mindcrew. Dat het niet stressverhogend is en dat jongeren daar ook gewoon, als het nodig is, ook hulp kunnen vinden. Want het kan natuurlijk ook helpen. Dat ze doen. Dus vandaar dat we heel blij zijn dat u vandaag ook tijd heeft voor het werkbezoek voor ons van Mindus. En we zijn heel blij, want ik denk, dit ontwerp kunnen alleen maar aan als we met z'n allen samenwerken en proberen te gaan. Ik denk dat het goed is als uiteindelijk, want wat het mooie is dat jullie een plan samen ontwikkelen, toch? Met Taalgezond Groningen. Met veel partijen en veel mensen. En ik denk dat is eigenlijk het mooie, daar zijn we eigenlijk vandaag op het werkbezoek. Dus ik wil eigenlijk gewoon iets goed is, graag het woord geven om daar iets meer over te vertellen. Dank u wel. Naar de overkant. Oké, en dan weer de storm. Lestraining. Signalen waar we net al even over hadden. Misschien kunnen jullie het stokje overnemen. Ja. Waar jullie net gebleven zijn, even terughalen. We vallen natuurlijk midden erin. Ik stel om dan ook van elkaar te weten, hè, dat de producenten hier en de klanten worden onderheen. Op een gegeven moment stelde Jolien een hele confronterende vraag en daar kon je echt niet onderuit. En dan merk je ook wat de kracht is van een goede vraag. Dat raakt je diep en dan, ja, dan kom je er echt bij. En welke vraag stelde jij Jolien? Ja. Zo mooi. Ja. Nou, we hadden het erover, hè. Ik vroeg Annelies hoe haar eerste weken op school waren geweest. En toen vertelde ze eigenlijk, de docenten zijn heel leuk en de vakken zijn heel leuk. En toen vroeg ik van, ja, maar hoe zit het dan met leerlingen? En toen begon ze daar een beetje over. En toen had ze verteld dat ze eigenlijk maar één vriendinnetje had. En toen zei ik, oké, wat vind je daar dan van? Dat het maar één, dat je één vriendinnetje. En dat, ik denk dat dat er meer was, hè. En wat vind je ervan? Ja, hoe voelt dat voor je? Hoe breng je naar je gevoel? En we waren aan het nabespreken van, hey, hoe ging dat oefenen, hoe is dat voor jullie? Willen we weer verder gaan, maar misschien heeft u nog vraag. Ja, hoe de, ja, deze hele moeilijke onderwerpen toch bespreekbaar kunnen maken, dat vind ik wel echt aan de toon, hè? Want dat is denk ik voor studenten zo belangrijk. Ja, ja, zeker. Dus ik weet niet aan wie ik, hè, of dat je moet vragen, denk je wel eens aan de dood. En hoe vaak komt dat voor? En heb je ook alle poging gedaan? Dan heb je in twee vragen. Ja, als dat nee, nee is. Dan is het wel okay. Een leerling die heel weinig. Ja, dus je wil ook daar. Ja, die vraag is wel. Dus je hoopt dat het allemaal. Ja. Je wil die vragen stellen, maar tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje bang. Of ben je bang juist. Woord is maar voor het antwoord. Ja. Ja. Want als iemand dan komt met best wel heftige gevoelens of gedachten, dan moet jij daar ook weer een goed antwoord op geven. Ja. Hoe gaan we nu verder? Wat gaan we nu doen? Hoe kan ik jou helpen? Of wie moet jou helpen? En, maar je hoeft niet op alles. Kijk, ik moet zo'n medicijn maken. Okay. Dus daar gaat het aan. Ja, over alles nummer 7 terug. Ja. Hallo, dat is een dag met Jimmy. Dank je wel. Hallo. Ik ben Jimmy. Ja, nou, deel van Jimmy. Zijn jullie bezig met je? Hallo. We zijn nu bezig met wij, we zouden illustraties maken. En dat kan al een boekje worden. Oké, mooi. Nou, wat is er voor jullie dus met dat gezondheid? Ja, dat is lastig te definiëren. Het is eigenlijk gewoon hoe je hier wel zit. En nou ja, hoe je hier wel zit, dat kan komen door heel verschillende dingen. En uit al die onderwerpen zijn er wat dingetjes aan maken hier. Mm-hmm. Maar wat is hier voor jullie? Ik weet over fotografie, dan doe je natuurlijk nog op school. Ja, nou, toch heb ik niet. Over het leven leert hoe je camera moet behandelen. Je leert ook dat. Allerlei verschillende soorten dingen, zeg maar. En het mooie is dat een camera zelf ontdekken, zeg maar, die leer je ook van hoe dingen werken, wat voor jou het beste werkt.
In het boekje. Oké. Dit hebben we vanochtend, vanmiddag nog getekend. De tekening, illustratie, daar. Nou, ik ben hier nu ook aan bezig. Het idee wat ik hiermee ga doen is dat ik... Is dat mijn foto's een verhaal vertellen onder andere. En wat ik zelf nog mooier vind is dat je de foto's eventueel zelf kan interpreteren, zeg maar. Hoe jij er naar kijkt en hoe anderen daar dan... Wat is die juiste zin? Dat is een aansteker die net op het moment zijn vlam vat. Oh ja. Ik vind het heel grappig wat we hadden net over thuis, hè, gevoel. Want voor mij met dat gezond werd in een woord is gewoon thuis in je gezin te zijn. Dat je voelt dat dat ben je aan, je bent echt gerust, dat je wel kan. Hè? Het is gewoon een plek waar je echt je energie kan halen om alles te doen wat je zelf kan zijn. Dus jezelf als thuis. Hè? En dat kan je gewoon nog brengen naar Genies en naar school, etc. Dus, het is niet van, waar ben ik sterk in? En waar ben jij niet sterk in? Kunnen we met elkaar daarin helpen? Ja. Zodat we eigenlijk het jaar al starten met iedereen goed kennen. En dat je het verhaal wat we gaan. Zo doorzetten. Oké. Dus ik kan het team niet loslaten. Nee, niet echt. Waarom? Ja, omdat het heel mooi is. Ja, mensen zijn heel open. Je kunt er altijd, wat je ook doet, zeg maar, kun je in jezelf zijn. Het is nooit raar. Wordt altijd open, over dingen gedacht. Je mag alles doen. Nou ja, wat je wil, zeg maar, als je een idee hebt. Meneer Paals, studenten, docenten en medewerkers van de Hanze Hogeschool Groningen, dames en heren. Wat fijn om vanmiddag bij u te zijn op deze bijzondere dag in een bijzonder jaar. Het jaar dat de Hanze Hogeschool 225 jaar bestaat. Ooit begonnen, zoals net verteld, als de Academie van Deken, Bouw en Scheepvaartkunde in een klein pand in de binnenstad. Een particulier initiatief van 6 Groningse burgers die vonden dat ieders talent hard nodig is en steun verdient. Je kunt rustig zeggen dat het ideaal van toen vleugels heeft gekregen. Uit die kleine academie groeide een dynamisch hogeschool, een krachtbron van talent in heel Noord-Nederland. Een nieuwe studieomgeving, de zoektocht naar een studentenkamer, nieuwe vakken, nieuwe docenten, nieuwe vrienden leren kennen. Het kan best onzeker maken. Dus blijf geloven in jezelf. Het hoeft niet allemaal vanaf die eerste dag perfect te zijn. Geef jezelf de ruimte en de tijd om je eigen ritme te vinden. En omarm het avontuur. Ook voor alle docenten en andere medewerkers is het start van een nieuwe hogeschooljaar een bijzonder moment. U bent onmisbaar. Samen met 60.000 collega's in heel Nederland bent u de ruggengraat van een hoger beroepsonderwijs. U hebt studenten om zich verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Dat is geweldig en een dankbaar werk. Maar u doet nog veel meer. Misschien mag ik een paar voorbeelden noemen uit het jaarbericht staat van het MKB, van het Comité voor Ondernemerschap, waar ik lid van ben. Als eerste... De overgang naar een schonere, meer duurzame economie. Dit is cruciaal voor onze toekomst. Maar toch blijft het percentage bedrijven dat echt actie ondernemen tegen op 60%. Daardoor dreigt deze noodzakelijke vernieuwing te stagneren. Een fikse belemmering is het gebrek aan kennis. Bedrijven weten lang niet altijd hoe ze kunnen verduurzamen. Een gebrek aan goed opgeleid personeel is eveneens een probleem. Dat is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt en de spanning loopt steeds verder op. De kennis en vaardigheden die bedrijven, overheden en organisaties nodig hebben, zijn vaak niet te vinden.